Goedemiddag, dames en heren. Welkom hier bij dit digitale event. Normaal gesproken zouden we natuurlijk een bijeenkomst hebben gehad, waarbij we bij elkaar zaten, van tevoren al wat borrelden, achteraf nog wat borrelden. Kortom, een echte netwerkbijeenkomst. Hopelijk kan dat weer snel. Ik ben Erik van den Burg. Ik mag vandaag de boel een beetje bij elkaar kletsen. Oude Zuidoostbewoner, 40 jaar in Zuidoost gewoond. Hier ook stadsdeelbestuurder geweest. En ook op stedelijk niveau nog wat gedaan. En vandaar dat men heeft gemeend, zou jij de boel willen bij elkaar kletsen, voorzitten, et cetera. Dat ben ik in ieder geval. Maar het gaat niet om mij, het gaat om de gasten die we vandaag hebben. En daarbij gaan we meerdere rondes doen. U ziet op dit moment aan tafel in de eerste ronde Henk Markering en Graciella Hunsel, beide bestuurslid van Zuidoost City. Dank je. Gaan we met jullie zo ook hebben over de ontwikkelingen rondom Zuidoost City. En ook aan tafel Floor Wesseling, de man die het beeldmerk aan het ontwikkelen is. In de tweede ronde dan gaan we met Dick Lussing en Erika Bonis van ABN AMRO praten over de komst van ABN AMRO van de Zuidas naar Zuidoost. Topontwikkeling, maar wat betekent het allemaal voor Zuidoost? En dan ook aan tafel Saskia Bosny, die hier een eigen adviesbureau heeft, en Yves Baja, creatief ondernemer. En dan in de derde ronde, dan komt ook de politiek aan tafel in de vorm van Dirk de Jager, bestuurder in Zuidoost, samen met Davy Annekan, die asset manager is van Amvest, want Amvest heeft hier ook stevige ontwikkelingen lopen. Als u vragen heeft, dan kan dat. Niet via het scherm, ik zie u nu op het scherm allemaal daar verschijnen, maar wel via de chat. En als u het via de chat doet, dan ziet u hier bij mij een iPad liggen, daar komen dan vragen op binnen. De praktijk leert, want ik mag wel vaker dit soort vergaderingen op bijeenkomsten doen, dat er meer vragen binnenkomen dan gesteld kunnen worden. Dus wees niet beledigd of teleurgesteld als uw vraag wordt overgeslagen. Dat heeft dan gewoon te maken met de combinatie van veelheid en tijd. Maar goed, genoeg gekletst, want het ging niet om mij, zei ik al. We gaan naar Graciella en Henk. Graciella, waarom Zuidoost City? Zuidoost City is een must. Omdat er drie bijzondere krachtige partijen aan de andere kant van het spoor, in de vorm van Zuidoost Partners, Faso en So City, de krachten hebben gebundeld. En wat waren die clubs? Weet iedereen dat? Dat weet niet iedereen. Nou, dus jij wel. Faso, dat is een bedrijvenvereniging geweest, die ongeveer al 30 jaar bestaat. Ja. En nu niet meer bestaat natuurlijk. So City heeft gestaan voor de ontwikkeling van Amsterdam 3 en alle projectontwikkelaars en kantoren die daar allemaal gevestigd waren. En Zuidoost Partner, dat was de City Marketing Club van Amsterdam 3. En die hebben jullie krachten gebundeld. Juist. Die hebben Zuidoost City. Precies. En Zuidoost City is een gebiedsorganisatie die staat voor de positionering van dit prachtige stadsdeel. Positionering van dit prachtige stad. We gaan gewoon zorgen dat Zuidoost volop in alles meedoet. Hè? Ja, dat het gewoon de schijnwerpers komt te staan zoals het hoort. Precies, op een positieve manier. Henk, jullie zijn nog wel een organisatie opbouw, want zoals Graciella net zegt, jullie zijn zeg maar ontstaan uit drie clubs. Hoe gaat die organisatie opbouw? Wanneer is echt de volle start? Jullie zijn ook bezig met de werving van een directeur. Vertel daar eens wat over. Nou ja, we proberen eigenlijk twee dingen tegelijk te doen. We willen de organisatie opzetten. We hebben een directeur nodig. We hebben een directeur communicatie nodig. Dus de staf moet nog ingevuld worden. Maar tegelijkertijd is het wel ook work in progress. Want we moeten tegelijkertijd zorgen dat we de partners die we natuurlijk, de leden en partners die we meenemen uit de vorige organisaties, dat we die ook betrekken bij deze ontwikkeling. Dus we moeten eigenlijk tegelijkertijd ook zorgen dat die links goed gelegd worden. En we hopen dat zeg maar, nou ja, over een maandje of 3-4 dat de zaak dan echt staat en dat we dan echt goed meters kunnen maken. Want er is heel veel werk te doen natuurlijk. Nou ja, precies. Want kijk, het is natuurlijk belangrijk dat er een organisatie is, directeur, staf, et cetera. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om de inhoud. En klopt. Wat is dan over 2, 3, 4 maanden het eerste wat moet worden aangepakt? Nou, ik zal eigenlijk naar de inhoud gaan van wat Zuidoost City inhoudt. Als we even naar een slide kunnen gaan. Bij Zuidoost City werken we aan verschillende thema's. De verschillende thema's, mag ik... Ja, die staat in beeld nu. Ja. Okay. Kan iedereen zien? Nee, ik heb het over de thema's zoals sociaal-economisch sterk Zuidoost. Ook. Juist. Kijk, daar komen ze aan. Aantrekkelijk Zuidoost, uitstekend bereikbaar Zuidoost, wonen in Zuidoost en de energieopgave Amsterdam Zuidoost. Daar wordt in de inhoud
opgewerkt. En dat wordt gedaan door de 5 actoren die het stadsdeel op dagelijkse basis in actie hebben. Dus je denkt aan de bezoekers, de bewoners, bollebozen, beleggers en de investeerders. Dus, en als we het hebben over sociaal-economisch Zuidoost, dan denk ik bij mezelf, nou, aan die kant, daar zit het geld, de werkgelegenheid, et cetera. Hier zitten aan deze kant, we zitten namelijk op het in de Amsterdamse Poort, even voor de helderheid. Aan deze kant zitten wat meer nog vraagstukken die je ook problemen zou kunnen noemen. Dus dan hebben we het ook vooral over niet alleen daar versterken, maar vooral ook die verbinding maken. Nou, die combi is heel belangrijk. Kijk, en we praten over meerdere plannen. Wij proberen die plannen te verbinden. Er is nu het masterplan op dit moment. Er ligt een ruimtelijk ontwikkelingsplan van de gemeente Amsterdam, waarin ruimte is voor 25.000, 30.000 woningen, 1 miljoen vierkante meter kantoren, sociaal maatschappelijke gebouwen, etc. Dus er komt enorm veel op dit moment zeg maar van de grond. En tegelijkertijd het masterplan geeft natuurlijk heel veel aandacht aan de sociaal-maatschappelijke kant. Hè. Het onderwijs, werk, huisvesting, opbouwende veiligheid. Nou, die dingen moeten we eigenlijk proberen te combineren, ook in deze tafels. Want we bouwen samen een nieuwe stad. Over een jaar of 15, dan is deze stad verdubbeld in omvang. En dan moet het een leefbare stad zijn, een stad waar iedereen toekomst heeft. En met name richt zich het maatschappelijk op jonge mensen. Dus het gaat ook om ja, dat je ook de humuslaag van dit gebied moet goed zijn. Dat je hier prettig kunt wonen. Dat je hier uit kunt gaan. Te verpakken van aantrekkelijk Zuidoost. Nou vind ik toevallig Zuidoost al waanzinnig aantrekkelijk. Maar nou, wij vinden onder andere dat er nog niet echt een centrum is. Een stadscentrum. En nou, CBRE is wel bezig om Amsterdamse Poort om te vormen. Hè, tot echt een 24/7 stadscentrum. Dus daar ligt een mooie uitdaging. Er zitten de energieopgave, hè, dat is natuurlijk ook een nieuw thema. Maar ook jullie natuurlijk ook, want jij bent in je vrije tijd ook directeur van de Amsterdam Arena. Ja. Exactly. Dus hele bijzondere dingen hebben gedaan. Ja, nou ja, wat we daar in het klein doen, proberen we ook in het grote doen. Dat we misschien wel over 10, 15 jaar volledig zelfvoorzienend zijn in energie, water, afval. Hè, dat zou een prachtige uitdaging zijn. Bedrijven gaan daar ook steeds meer in mee. Nou, kijk naar ABN AMRO. Maar we hebben ook een enorme uitdaging natuurlijk om de jonge mensen op te leiden, te begeleiden naar banen. Want je noemde het net al, er zijn 50.000 arbeidsplaatsen in het werkgebied. En er zijn momenteel nog heel veel mensen die op zoek zijn naar werk. Ja. Nou, die match willen we ook maken dat de jonge mensen kans hebben in de toekomst om hier te werken, te wonen, hun leven te vestigen en op een hele prettige manier te verblijven. En als we bereikbaarheid pakken, metro, treinen. We hebben een paar volwaardige treinstations en metrostations. Met de auto gaat het ook best wel goed. Ja, in essentie is het hier prima geregeld wat dat betreft. Alleen, er zijn een aantal bezwaren. Bijvoorbeeld de metro stopt om 12 uur. Ja, schande. Nou, wil je, 24 uur moet hij gewoon. Wil je s'avonds naar de film in de stad en je moet weer terug? Ja, dan heb je een probleem. Dus daar moeten we moeten ook een beetje een stad worden. We zijn, wat dat betreft, Amsterdam zegt altijd dat ze een 24/7 stad is. Maar om 12 uur is het gewoon natuurlijk dood. En we moeten wat dat betreft ook nog een beetje ontwikkelen in dit, op het gebied van het vervoer. Maar het openbaar vervoer, de busverbindingen, de metro, de trein. En dat maakt dit gebied ook heel aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen. Want voor het woon-werkverkeer is het ideaal. Nou heb ik net gezegd hè, dat Graciela en Henk zijn bestuurslid van Zuidoost City. Floor, jij zit hier aan tafel en ik heb al even gezegd dat jij je bezig hield met de ontwikkeling van het beeldmerk. Maar stel jezelf even voor aan die paar mensen die nog niet weten wie je bent. Ik ben zoon van een van de eerste bewoners in de Bijlmer. Mijn ouders die kwamen hier wonen in 68. Ja, tegenover mij. In Grubbehoeven. Op nou, Tiedag. Ja, vlak bij jou. Ja. En ja, ik heb daar heel lang gewoond tot de nieuwe afbraak van de flats. Ik heb hier op school gezeten, ook samen met Graciela op het Kruispunt. Ja. Samen met jou op Augustinus College. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En uiteindelijk, toen ik ging studeren aan de Rietveld Academie, toen woonde ik in Eefdink, eind jaren 90. En in 2002 werd die flat ook gesloopt. En toen was ik net afgestudeerd. En zoals eerder ook werd genoemd hiervoor, dat ik was een van die bewoners die vertrok naar Noord, naar de vrije sector. En daar woon ik sindsdien. En daar ben ik als ontwerper, zelfstandig grafisch vormgever gestart.
En daar werk ik nog steeds. En wat doe je nu? Waar ben je, want ja, in het kader van waar we hier zitten, hè, je bent bezig met het beeldmerk, maar vertel daar eens wat over. Ja, ik heb de pitch gewonnen om de tender voor deze opdracht. En ik heb daar eigenlijk gewoon, het was een gesprek. Ik heb mijn verhaal verteld, wie ik ben en wat ik doe en wat ik heb gedaan ook. Ook toen ik in Noord, sinds ik in Noord woonde, dat ik daar toch altijd een binding had met de Bijlmer. En juist toen ik afstudeerde, heb ik heel veel projecten gedaan hier in de Bijlmer. Die band is gebleven omdat mijn ouders nog steeds hier wonen en mijn broertje ook. En ik heb veel projecten gedaan, waaronder wat je nu op het scherm ziet. Dus dat was een beetje een hoogtepunt in voor het werk van de Bijlmer. Dat was Heesterveld. Ja. Dat is een heel aardig voorbeeld. We kregen toen van IJmeren eigenlijk de opdracht. We kunnen niet slopen, maar kunnen jullie wat doen met deze wijk? En dat was gigantisch. We kregen gewoon een hele wijk waar je vroeger eigenlijk... dat was een mindere buurt binnen in de Bijlmer, zeg maar. Zeker zo mag je Heesterveld wel omschrijven. In het verleden dan. Ja, ja. Je kon je eigen autoradio terugkopen of je fiets. Zeg maar. Ja, maar we hadden toen besloten van we nemen één blok. En dat was blok 4. Dat is ook dat gedeelte wat geschilderd werd. En die schildering is overigens een toetje, want ik heb daar samen met name met Angelo Bromet en Eva de Klerk en Coy Tan, een architect, hebben we de invulling gegeven. Dus we zijn daar 2 jaar mee bezig geweest. Dus we hebben daar echt een van de eerste broedplaatsen van de Bijlmer gemaakt. En daar zaten ook minder leuke kanten aan. Zoals bijvoorbeeld oude bewoners toch zeggen van... sorry, we gaan hier, we hebben een ander bestemmingsplan. We gaan er wat anders mee doen. Ja. Maar nu zien we hier hè, die beelden van Heesterveld. Maar nu het beeldmerk in het kader van Zuidoost City. Dat wordt in ieder geval ietsje minder groot dan het project van Heesterveld. In de zin dat je niet zo in één keer een heel gebouw gaat beschilderen. Of... Nou, wie weet... De Arena doet mee, dus... Nee, voor de helderheid, ik vind het alles best... maar de Arena is net verajaxiseerd qua beeld en kleuren. Verkruifiseerd. Verkruifiseerd. Ik stel voor dat we daar voorlopig de eerste 100 jaar niet aankomen. Ik zie het als een veel grotere opdracht als die van Heesterveld. Nee, maar ik bedoelde natuurlijk... Hè, hier zie je inderdaad gewoon zo'n heel gebouw. En wat, ja. En wat, ga je, ja. Wat gaat er concreet gebeuren straks? Wat gaan mensen van jouw werk zien? Nou, we zijn van plan om echt een huisstijl te maken die ten eerste een soort van corporate laag heeft voor de organisatie zelf. Om echt naar buiten toe te communiceren. Maar het is wel de bedoeling dat we een huisstijl maken die niet alleen omarmd wordt door Zuidoost en iedereen in Zuidoost. En ook toekomstige bewoners, toeristen die naar Zuidoost toekomen. Maar vooral ook de mensen die er nu zijn en dat zij onderdeel worden van de huisstijl. Dat is maar vroeger mochten we in Amsterdam, hadden we toen de letters, hè? I Amsterdam. Nou, dat mag nu niet helemaal meer. Maar moet ik me voorstellen dat er straks ergens, bijvoorbeeld in de poort of het arenagebied, een plek is waar het Zuidoost City beeldmerk is en waar inderdaad ik... op de foto wil met het beeldmerk achter mij? Ja, dat zou heel goed kunnen. En dat is ook de bedoeling dat je die huisstijl gewoon echt mee kan nemen, kan dragen. Ja, de volgende keer dat ik die 2 aan tafel heb zitten, dan hebben zij bij wijze van spreken een jasje of een vestje of een t-shirt aan of, waar het logo op staat. Of slippers, ja, daar ben ik heel erg voor. Nou, slippers doen we in ieder geval niet, want die zie je niet als je aan tafel zit. Ah, hier zien we al beelden. Hier zie je een voorbeeld van de methodiek die ik vaak gebruik. Dus het is een bepaald systeem. Ik herken hier enig iets van sport in, hè? Ja, ik doe veel in de sportwereld. Maar hierin zie je heel erg dat je het combineren van verschillende culturen... kan je in als een soort van lappendeken gebruiken als een identiteit. En dan hoeft het niet zozeer een corporate logo, beeldmerk, zeg maar plaatje en titel. Maar het moet veel omvattender zijn. Maar als je nou zegt van beelden van verschillende culturen... ik maak hem even gewoon plat. Er wonen in Zuidoost veel mensen die niet alleen de Nederlandse omgeving hebben omarmd... maar die ook... of uit andere culturen komen of wiens ouders uit andere culturen komen. Moet ik me nou voorstellen dat je straks een combinatie krijgt van Ghana met Zuidoost of Nigeria met Zuidoost of Suriname met Zuidoost. Ja,
Ik heb altijd gepleit, zeker in de jaren 80. In 1976 kwamen er heel veel Surinaamse mensen naar Amsterdam. En die werden door Ed van Tijn wel vrij direct in Zuidoost gestuurd. En ik vond altijd dat... Dat niet Paramaribo de hoofdstad van Suriname was, maar de Bijlmer. Ja. En ik heb dat altijd wel vaak in mijn werk gebruikt. En dat zie je hier ook op een slide. Dat ergens in 2006-2007 had ik een project gedaan in Venspolder. Waar ik de mensen had gesproken die daar woonden. En vroeg of ze zich Amsterdammer voelden. En dat was maar gedeeltelijk zo. En toen had ik daar een werk gemaakt. En dat zijn die schilden daar in het midden. Waarbij ik vond van een Ghanese is ook een Amsterdammer. En deze Antilliaan of deze Marokkaan of Surinamer is ook een Amsterdammer. En dit is werk waar ik eigenlijk al jaren mee bezig ben. Je ziet ook aan de rechterkant. Een shirt van een van mijn project Blood in Blood Out, waarbij ik voetbalshirts verknip en combineer. En daar zie je eigenlijk het wapen van de Bijlmer. Een Surinaamse vlag, weliswaar gemaakt van een Ajax-shirt. Maar niet met een gele ster, maar de drie Andreas-kruis in het geel. En dat is wel voor mij een sterke inspiratiebron en belangrijk startpunt om deze huisstijl te gaan maken. En waarom is het voor jullie als bestuur of voor... het stadsdeel als totaal of de organisatie is belangrijk dat we ook een eigen beeldmerk hebben. Trots en herkenning. Kijk, now we're talking. Ja. Ja. Wij zijn een enorm trots stadsdeel. En als het om positionering gaat en onszelf in de schijnwerper, dan moeten we het allemaal op handen dragen. En daar werkt een beeldmerk enorm goed bij. Ja. Ajaxiden zeggen altijd wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Maar die trotsheid van wij zijn Ajax, wij zijn de beste. En het verbindt ook voor Zuidoost. Ja. Het geeft een eigen identiteit. Dus nou, daar wil ik graag bij horen. Ja. Wij zijn onderdeel van deze enorme ontwikkeling. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. En je ziet daar al heel mooie aanknopingspunten waar het toe gaat leiden, denk ik. Zeker. En jij bent nu bezig met deze ontwikkeling. En dit gaan wij wanneer met een grote vuurwerkshow en lasers en drones onthullen? Wij streven er in ieder geval naar om eind april de lancering te doen. En dat moet gewoon de start zijn. En omdat deze huisstijl ook niet alleen omarmd moet worden, maar ook onderdeel moet worden van de buurt, is het ook de bedoeling dat het zich uitdijt, dat het groeit en dat er meer bij komt. Dus het komende jaar is de bedoeling vanaf eind april om letterlijk uit te kleden en in te pakken. Hey, en hij kan er zitten op van nou, ik kom uit Suriname of ik kom uit Ghana of ik kom uit Nederland gecombineerd met Zuidoost. Kan hij ook zitten op... Ik kom uit de H-buurt, de K-buurt of de E-buurt? Ja, daar dacht ik wel aan. Maar ik dacht ook bijvoorbeeld aan de vogels zoals kraaiennest, ganzenhoef of bijvoorbeeld de nachtegaal. Misschien jou ook wel bekend. Zeker. Ja. Of de hoeves misschien. Ja. Het zijn allemaal boerderijnamen. Hoptillen, iets met hop. Ja, het zijn allemaal boerderijnamen. Voor de mensen, ik heb zelf twee keer in Huigenbosch gewoond. Voor de mensen die langs het Gein lopen, daar staat Huigenbosch nog. Hè? Het echte Huigenbosch. Ja. Oké, dus dat is in ieder geval de gedachte dat op die manier... wij allemaal onze identiteit kwijt kunnen in Zuidoost. En dat wij gezamenlijk, ik spreek in de wij-vorm, terwijl, hè, goed, zo voel ik me ook. Ik voel me gewoon nog steeds Zuidoosten. Dat wij strakjes inderdaad gewoon onze eigen identiteit, daarmee de identiteit van Zuidoost als totaal verrijken. Ja. En dat is ook, ga ik ook naar jullie toe, hè, ook gezien de tijd, want we gaan zo naar de ronde 2. Het gaat er dus ook over dat alle elementen die in Zuidoost aanwezig zijn, straks allemaal in Zuidoost City zich vertegenwoordigd moeten voelen, verbonden moeten voelen. Ja, dit is zeg maar de identiteit als onderdeel van de totale organisatie in ons plan. Hè, want uiteindelijk moeten we ook gewoon scoren, we moeten resultaten boeken. En ik vind het wel belangrijk om aan te geven, we zijn ook Amsterdam in dit. Hè, dus we willen ons ook niet afzetten tegen Amsterdam of zo. We zijn onderdeel van de metropool Amsterdam. Hè, dit gebied ligt natuurlijk... Op bijna loopafstand van het centrum, van de Zuidas, van Schiphol. De ligging van Zuidoost is heel centraal. He, dus, en Amsterdam is natuurlijk een fantastisch merk, ook wereldwijd. He. Dus we moeten het beste van al die werelden proberen te combineren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we hier een sociaal, maatschappelijk, economisch een heel goed stadsdeel hebben over... een paar jaar, hè, dat het echt gaat bloeien. We hebben nu al een heel mooi stadsdeel hier. Hè? Klopt. De trots van Graciela het overal, die hebben we nu al. Zeker. Alleen de rest van de wereld weet het in sommige gevallen nog niet. Ja. We sluiten af met jou, Graciela. Ja. Wat is jouw hoop,
jouw streven, jouw... Nou, mijn streven is dat iedereen in Amsterdam Zuidoost straks de komende 20 jaar kan meebouwen aan het potentieel sterke stadsdeel wat er komen gaat. Dus dat iedereen de kans krijgt om mee te bouwen. En dat kan bij Zuidoost City echt. Dat kan niet bij Zuidoost City. Dat doen we bij Zuidoost City. Nou, zeker. Als je zo wil afsluiten. Ja, zeker. En zo sluiten we inderdaad af. Dank jullie wel. Wij gaan nu even een coronaproef changement doen. Zodat deel 2 aan tafel kan komen. Dank jullie wel voor nu. Dank je wel. Henk, Graciela, Floor. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en terwijl wij hier even aan het veranderen waren qua samenstelling aan tafel, konden de kijkers thuis ondertussen mooie beelden zien. Beelden die gingen over de komst van ABN AMRO. Ik zeg nog even tegen de kijkers, wie zit hier aan tafel? Saskia Bosny, Dick Lussing, Erika Bones en Yves Baya. Dick, ik begin even bij jou. Ik ben nog zo oud dat ik eerder een hoofdkantoor van ABN AMRO hier heb mogen bij zijn toen het geopend werd. In Zuidoost. In Zuidoost. Ja. Gemaakt in suikerklontjes stond het ook nog bij de ingang, kan ik me nog herinneren. Klopt. Jullie zijn naar de Zuidas gegaan en nu, ik zou bijna zeggen, terug. Terug, ja. Gedeeld. Why? Why? Ja, dat is uiteraard niet zomaar even over één nacht ijs gegaan. Dus best een, ze hebben wat dingen aan vooraf gegaan. Als je kijkt naar een jaar of 2, 3 geleden kwamen we eigenlijk tot ontdekking. De panden waren duidelijk toe aan een renovatie, een technische renovatie. Zoals je al zei, Fobbinga Dreef was 40 jaar oud pand. Gustav Mahler 20 jaar oud pand. Dus die waren echt wel toe aan een renovatie. En een van de dingen die daar hoog in het vaandel staat is duurzaamheid. Dus we wilden het gaan renoveren, maar wel op een zeer duurzame manier. Daarnaast zie je in die tijd die zich ontwikkelt vanaf dat moment, is dat je ziet dat mensen anders gaan werken. De klassieke kantoortuin die verdwijnt. Mensen gaan meer samenwerken. En grids noemen ze dat in een mooie term. Waardoor je een andere interactie krijgt tussen medewerkers. En een derde factor is dat mensen steeds meer thuis gaan werken en minder naar kantoor gaan. Dus toen zijn we eens goed gaan kijken naar van, waar willen we eigenlijk naartoe nu met onze huisvesting in Amsterdam. Beide panden zijn overigens prima duurzaam te maken, Paris Proof zelfs. Dus dat is een behoorlijke stap. Paris Proof betekent dat je voldoet aan de afspraken in Parijs zijn gemaakt exact. Voor de ja, toekomst. Ja, zijn daar gemaakt en het betekent dat je maximaal 50 kilowattuur per vierkante meter vloeroppervlak mag gaan gebruiken. Dus dat is de doelstelling van de bank in 2030 voor al onze panden, dus ook voor de hoofdkantoren. En we gaan hier in de Fobbinga Dreef gaan we herontwikkelen en dan zitten we daar op de helft. Dus we gaan daar een hele grote stap maken. En waarom nu specifiek van Fobbinga Dreef? Het voldoet aan de eisen die we gesteld hebben in het kader van duurzaamheid. Maar met name het pand is relatief gezien laag. En laag betekent dat je mensen veel makkelijker elkaar kan laten ontmoeten. In het ontwerp wat je net op de foto zag, zie je dat de hele begane grond is eigenlijk één heel groot oppervlakte met een heleboel mogelijkheden daarin voor ontmoeten,
Je ziet het al een heel stuk. Dit is de ingang, de nieuwe ingang. Dus de interactie die wordt daar eigenlijk gestimuleerd door het pand zelf. Het zal aan, want ik was toevallig de afgelopen jaren ook wethouder Zuidas. Ja. Nou, daar werd altijd vol trots gesproken over jullie hoofdkantoor wat daar zat. Ja. Jullie hadden daar ook nog eens een keertje een heel erg duurzaam centrum neergezet. Circle, zeker. Ja, Circle. Ja. Ja. Dat zou wel even oud zijn geweest voor sommige mensen. Ja, mensen hebben een roots daar echt in dat pand zitten. En die vinden het die werken er heel graag. Ze zijn trots op dat pand. Het is ook een mooi pand, maar het is ook een pand van 20 jaar oud en voor een andere manier van werken gebouwd. Maar toen ze die plaatjes lieten zien, die je net liet zien hier op het scherm, die hebben wij ook intern ook laten zien. En daar mogen mensen allemaal op reageren. En ik geloof dat ik twee reacties heb gehad van, hé, wat jammer dat we hier weggaan. Overigens gaan we niet helemaal weg van de Zuidas, voor alle duidelijkheid. We blijven daar echt wel een deel zitten. Maar 99% super enthousiast, mooi pand, fantastische mooie ontwikkeling. En zijn er trots op dat ze daar straks mogen gaan werken. Ja. Nu waren jullie ook een dominante partij, zeg ik maar even, op de Zuidas. Mm-hmm. En jullie hebben daarin ook je verantwoordelijkheid genomen door bijvoorbeeld ook als het gaat om Hello Zuidas. Hè, dat is... Ja. Concept wat op de Zuidas is ontwikkeld om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, klopt. Hello Zuidas staat, ik doe het iets te kort in de bocht, ook wel een beetje als voorbeeld voor Zuidoost City. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, Hello Zuidas is natuurlijk een samenwerkingsverband van, ik dacht dat we nu 235 members hebben. Dus zijn bedrijven van in de Zuidas die daar lid van zijn. En vanuit Hello Zuidas worden heel veel initiatieven ontplooid op een aantal gebieden. Denk aan duurzaamheid, denk aan mobiliteit, veiligheid, maar ook een stukje marketing, levendigheid van de omgeving. En via Hello Zuidas zie je dat bedrijven hun krachten kunnen bundelen om gezamenlijk meer te bereiken dan ze alleen zouden kunnen gaan doen. Ze hebben een platform. We werken vanuit Hello Zuidas ook richting overheden, richting de gemeente, om de dingen voor elkaar te gaan krijgen en ook als gesprekspartner te zijn. En we halen de kracht uit de ondernemers zelf om hun kennis en ervaring in te brengen en te gebruiken voor collega's in die omgeving. Het is echt een heel mooi instituut wat erg goed werkt al een aantal jaren lang. En ik zit zelf in de Raad van Toezicht, dus ik ben er redelijk nauw bij betrokken. En ik vind het een heel mooi initiatief en ik hoop dat ZO City minimaal hetzelfde gaat bereiken. Ja. Nou, Erika, wat je op de Zuidas nog wel zag, zeker toen jullie daar begonnen, maar nu is het al een stuk beter geworden, was er stonden wel kantoren, er woonden nog weinig mensen. Daar is nog wel veel discussie over geweest. Nou, dat is hier natuurlijk totaal anders. Hè? Ik bedoel, hier wonen echt gewoon ook heel veel mensen. Bovendien, we zitten hier al, zeker waar jullie ook gaan zitten, zit je gewoon in een woonwijk, zal ik maar even zeggen. En jullie hebben ook gezegd, we gaan niet alleen hier de Fobbing gaat even opnieuw ontwikkelen. We gaan ook de verbinding maken op sociaal vlak. En daarop zijn jullie ook in gesprek met het stadsdeel Zuidoost. Zeker. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, heel graag. Nee, want dat gaat komen natuurlijk gewoon in een warm bad. Als je kijkt naar Zuid, hè, alles werd nog ontwikkeld om ons heen. En hier is eigenlijk alles al. En als je dan kijkt naar, we zijn eigenlijk vrijwel direct, hè, toen we deze plannen ontvouwden, zijn we direct eigenlijk al in gesprek gegaan met de gemeente. En dat ging eigenlijk vanzelf, omdat we hebben het in de vorige ronde ging het al over het masterplan. Wonen, werken, ontwikkelen, opgroeien, maar ook kansgelijkheid. En nou, als we dan kijken naar wat zijn nou waardes, normen en wat is ook onze purpose, hè? Banking for Better for Generations to Come. En Dick noemde het net al even. Zeg die zin nog eens een keer. Ja, ja, wij hebben hem heel vaak geoefend, dus ik kan het inmiddels heel snel doen. Banking for Better for Generations to Come. Banking en dat wil for eigenlijk Better for Generations to Come. Gewoon, we moeten goed zorgen als bankier voor de mensen in de toekomst. Ja, heel goed. Eigenlijk. Ja, de gewone Nederlandse vertaling is misschien net zo mooi. Ja. Maar we hebben gekozen om de Engelse te doen. Nee, ik snap het. ABN AMRO. We hebben flink opgeoefend. Ja. Maar in Nederland klinkt hij eigenlijk mooier. Dus, en Dick noemde het net ook even. Duurzaamheid is één van de pijlers, hè, waar we onze strategie op gebouwd hebben. Dat is niet alleen maar klimaat. Dat is niet alleen maar een circulaire economie. Dat is ook social impact. En dat gaat over mensen. En als we dan kijken wat we in dit stadsdeel samen met de gemeente kunnen doen, als we de krachten echt bundelen, hè, vanuit het masterplan en daar de ambities en onze ambities op social impact, en dan hoef je eigenlijk helemaal geen verschillen meer te overbruggen. Dan moet je alleen maar zorgen dat wat je samen doet ook 1+1 wordt 3. Maar ik doe hem even expres prikkelend en te kort door de bocht, hè, maar gewoon voor het gesprek. Ja. Je verhuist een aantal mensen die vroeger uit de metro stapten bij station...
Zuid. Die stappen nu hier uit de metro. Die gaan hier het gebouw in en s'avonds gaan ze weer de omgekeerde route maken. Ja. Dus aanstekens, wat schiet de rest van Zuidoost daarmee op? Ja, nou, één zeg maar. Hè. We voelen ons als grote bewoner van Zuidoost straks ook gewoon verantwoordelijk voor de omwonenden. En willen dat gesprek ook graag aangaan. Ja, daarom zitten we hier natuurlijk ook. Ja. Dus nou, vorige week maakten wij al kennis met elkaar. En dat is zeg maar denk ik ook één van onze doelstellingen. Nee, we komen in Zuidoost met veel meer mensen als dat we nu zijn. En laten we dan ook in gesprek gaan over hoe kunnen we dan elkaar versterken. En daarmee is morgen niet alles anders. Hè, maar daarmee is wel vandaag een ambitie ontstaan om het morgen anders te doen. En ik denk dat we daar zeg maar krachten bundelen vanuit onze purpose, hè, die Banking for Better. En vanuit het masterplan om te zorgen dat Zuidoost nou, volledig meedoet en in hun kracht komt te staan. Okay. We komen zo bij je terug. En ABN AMRO, dat zou je toch wel een van de grootste bedrijven van Nederland kunnen noemen. Zover zijn jullie tweeën nog niet, hè, dat jullie in de categorie grootste bedrijven van Nederland vallen. Dat weet ik niet. Het vanaf hoe je het ziet. Oké, precies, die trots van net komt terug. Maar daar waar zij in Zuidoost zitten, maar je ze associeert met wereldpartijen, zijn jullie echt Zuidoost ondernemers. Maar zeg even iets meer over de Next Alliance, waar jullie ook lid van zijn. We beginnen even bij jou. Ja, nou in ieder geval, mijn naam is in ieder geval Saskia Bosny en ik heb mijn eigen bureau, dat Sabo Advies. En ik begeleid communicatie- en participatietrajecten. En dat doe ik dan op het gebied van wonen, maar ook voor de openbare ruimte. Ik vind het staat ook, kijk, staat ook keurig in beeld. Nou, nu gaat het net weg, maar het stond in ieder geval in beeld. Okay, dus mensen kunnen je vinden op het internet. Zeker, zeker. Daarnaast houd ik me ook bezig met ondernemersparticipatie. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat lokale ondernemerschap in verschillende trajecten gewaarborgd wordt. En vandaar dat ik me daar ook mee bezig houd vanuit Uprise Zuidoost. En vanuit ondernemers, dus lokale belangenorganisaties, hebben we eigenlijk de handen in één geslagen. En hebben we gezegd van we willen eigenlijk, hè, net zoals dat je een winkelcentra, als je hebt een winkelvereniging, heb je ook allerlei winkels die aangesloten zitten bij een soort belangenorganisatie. Hebben ook aangegeven dat wij dat graag ook willen met elkaar. En vandaar ook dat de Next Coalitie, de Next Alliance, is opgericht. En vertel er eens wat meer over. Wat doen jullie? Nou, een van onze doelstellingen is in eerste instantie veel meer vragen dat het gezicht naar Zuidoost gericht gaat, naar de lokale ondernemerschap. Dat er ook echt verbinding komt tussen de corporate en lokaal ondernemerschap. En bedoel je dan met meer gericht naar Zuidoost, bedoel je dan zeg maar eventjes deze kant, hè, van het spoor, hè? En gewoon dat, even, nee, maar absoluut. Even dat bijvoorbeeld ABN AMRO veel meer gericht is naar ook de toppers uit Zuidoost. Dat je daar veel meer verbinding mee kunt maken, dat is één. En wat we ook belangrijk vinden is dat we veel meer een seat at the table krijgen. Dus als je een seat at the table hebt, daar worden beslissingen genomen. Dus het lijkt me het ook is leuk goed om hier aan tafel te zitten, maar het is nog leuker om aan tafel te zitten met de Femke Halsema's en de Dirk de Jagers van deze wereld die de besluiten nemen? Nou, bijvoorbeeld. Ja, want ik denk wel dat wij daar horen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat daar gewoon verandering in komt. Want vaak zie je toch gebeuren dat het de gesprekken op een andere plek gevoerd worden dan de bewoners aan tafel. En daar zouden we graag verandering in willen hebben. En Yves, waarom is het zo belangrijk dat jullie die plek aan die tafel hebben? Los van voor jezelf, maar wat hebben we als totaal eraan? Wat gaan we erop vooruit? Nou, je moet het zo zien. Wij zijn lokale ondernemers, maar ook bewoners uit Amsterdam Zuidoost. En wij kennen dit stadsdeel als geen ander, zeg maar. We zijn hier opgegroeid, we werken hier, we hebben het netwerk, we hebben netwerken. Dus we zijn zowel op hoog niveau kunnen we de talen spreken, maar we kunnen ook op een ander niveau de talen spreken. Dus ik denk dat daar zeg maar de versterking zit. Van we spreken letterlijk en figuurlijk meerdere talen. En op het moment wanneer wij dan zeg maar ook met jullie aan tafel of met het hogere stuk. Met hun aan tafel. Kunnen gaan, dan kunnen we ook als brug fungeren. En ik denk dat daar zeg maar heel veel kracht zit. Dat wij zeg maar die brug kunnen zijn die gewoon letterlijk en figuurlijk meerdere talen spreekt. En als je dan naar Erika luistert. Ja. Leg dan even de verbinding met, ik bedoel, je zit nu letterlijk naast haar, dus leg dan even de verbinding. Wat zou je graag samen met
Ik zeg met Erika, maar ik bedoel natuurlijk... Mag hoor. Met ABN... Ja, zo, weet je, tenslotte. Maar ik bedoel, met ABN AMRO, hè, wat zou je met... ABN AMRO. Wat zou je met willen doen? Nou, laten we zeggen in de praktische vorm. Ik ben zelf creatief ondernemer. Ik heb een film- en videoproductiebedrijf. Mijn core business is dus bedrijfsfilmpjes produceren, korte films, documentaires, noem het allemaal op. Dus ik zie dan op multimedia gebied, zie ik al meteen een directe verbinding. In deze tijd waarin we leven, kunnen mensen minder snel bij elkaar komen. Dus je merkt ook, wij zitten nu ook hier een uitzending te produceren. Dat kunnen wij ook doen, bij wijze van spreken. Ja. Dus presentaties vastleggen, dit soort praatjes. Dus weet je, dus op die manier zie ik al een hele directe verbinding. Maar daartussen, wanneer bijvoorbeeld de ABN AMRO bepaalde opdrachten heeft liggen die ze willen uitzetten, kunnen wij ook bijvoorbeeld weer die brug maken om te kijken van waar de, zeg maar, op lokaal gebied onze toppers, zeg maar, over kunnen worden gevlogen naar ABN AMRO. Ja, ik zag toevallig vandaag in de pers een, het lijkt een klein berichtje, en het is geen verwijt naar de gemeente Amsterdam, ik weet hoe het werkt, maar ik zag dat de gemeente Amsterdam heeft besloten dat alle bloemen moeten nu, die ze kopen elk jaar, €250.000 geven ze daaraan uit, dat ze dat nu gaan aanbesteden en dat één partij dat moet gaan leveren voor heel Amsterdam, in plaats van dat gewoon bij de lokale bloemisten wordt gekocht. En ik snap hoe het werkt, hè? Ik bedoel, regelgeving, et cetera. En tegelijkertijd denk ik dan ook, nee, laat nou het stadsdeel Zuidoost bij de bloemisten in Zuidoost kopen en het stadsdeel Nieuw-West. Nou, ik ga hem straks ook aan Dirk Jager vragen, die zit al klaar, dan kan hij zich alvast voorbereiden. Ik weet hoe het werkt hoor. Maar hetzelfde geldt ook inderdaad voor jullie. Kopen jullie je broodjes voor de... Tenzij je gewoon een cateraar in huis hebt, hè, zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval, als je dingen van buiten doet... Ja. Kijk je dan naar je buren als het gaat of ondernemers? Of blijkt dan nog opeens degene met wie je op de Zuidas werkte? Ja, we zijn natuurlijk nog maar net begonnen. Maar zo'n eerste idee is dat er een lokale gids komt met alle ondernemers die diensten en producten aanbieden waaruit, nou ja, wij kunnen kiezen. Hè? Dus de bewoners gewoon ook van, nou ja, van straks homebase, zoals wij het noemen, de lokale ondernemers leren kennen en waar we ook die verbinding met elkaar leggen. Maar dat zijn nog maar de eerste ideeën. Hè? Uiteindelijk zijn we nog net begonnen. Nee, de bouwplannen zijn nog niet eens helemaal af. Het duurt nog even. Maar we willen ook niet wachten, want dingen hebben ook gewoon tijd nodig. Dus we hebben ook gezegd, laten we nu ook alvast wel beginnen. En overigens, we zitten er ook al. Dus we kunnen nu ook gewoon starten. Ja. Maar dat idee van Eve is natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Ook dat is een dienst en een service die in de omgeving zit. Waarbij we niet zeggen dat we alle grote contracten, zoals een bloemencontract, nou, hebben wij waarschijnlijk ook wel op een contractbasis uitbesteed. Hè? Zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat er nog heel veel ruimte is wat je wel kunt doen lokaal. En laten we met elkaar vooral die ruimte onderzoeken. He, om daar dan ook elkaars krachten te versterken. Want ik denk dat we enorm veel van elkaar kunnen leren. Ja, en nou, dat leerpunt, hè? We gaan zo weer even terug naar Yves, maar dat leerpunt. Wat kun jij nou van deze twee Zuidoost-ondernemers leren? Nou, niet jij als ja, misschien ook als mens, maar... Nou, ja, ik denk het ook, ja. Maar zeker ook ABN AMRO. Wat kun jij... Van de ondernemers in Zuidoost? Nou, ik vind de creativiteit en de manier van, hè, vanuit heel... van, nou, zeker voor een bedrijf als je klein bent, hè, om dan zeg maar je weg te vinden. Ja, dat is voor ons allemaal, dat zijn vaak gebaande wegen. Hè? Dus dat, ja, je loopt dan ook die weg omdat je nou eenmaal gewend bent om dat zo te doen. Dus bij ons, wij moeten creativiteit opzoeken. En dat kost soms wat moeite. Hè? Dus ja, ik zie soms mensen dat ik denk, oh ja, jij werkt vast bij de bank. En dan is het zo. Hè? Dat is zeker niet voor alles. Maar dat halen wij in huis. Creativiteit, hè, hebben wij hartstikke nodig om nieuwe concepten te bedenken. Zowel zeg maar, richting klant als voor het gebouw. Als hè, om onderling samen te werken. Dus nou ja, dat is alleen al een ding wat we van elkaar zouden kunnen leren. Yves, nou zit hier toevallig. Nou, niet toevallig, maar... twee mensen van ABN AMRO aan tafel. Maar er zijn meerdere grote bedrijven in rondom Zuidoost. Mm-hmm. Zeg maar bedrijven die niet specifiek Zuidoostbedrijven zijn. Alleen ze zitten hier wel. Heb jij nou al als ondernemer met die bedrijven contacten? De andere, zeg maar eens, grote jongens en meisjes aan de andere kant van het spoor? Of zit je toch meer aan, nog aan deze kant van het spoor? Nou, het is een... Het is een combi van. Het is, om een voorbeeld te geven, ik heb wel eens in het verleden mogen samenwerken met de Johan Cruijff Arena bijvoorbeeld.
Ik heb het ook in het verleden heel ver moeten zoeken in de stad, bij rituals bijvoorbeeld. Dus het varieert. Nou, het is ook geen klein bedrijf. Het zijn ook geen kleine bedrijven. Nee. Dus het varieert maar net van de situatie en het moment af. We weten elkaar wel te vinden, maar ik denk dat het nog makkelijker gemaakt kan worden. Daar waar het nu extra moeite kost om elkaar echt, zeg maar, te treffen, denk ik dat er in deze periode, in deze fase, daar echt een kans ligt om die drempel nog meer te verlagen. Waarbij je eigenlijk elkaar met één muisklik eigenlijk gewoon direct vindt, in plaats van dat je verhalen hoort van, ja, we horen dat ze er wel zijn, maar wij kunnen ze nooit bereiken. Want dat is het verhaal wat constant, zeg maar, wordt gemaakt vanuit, tussen haakjes, de andere kant van het spoor. Dus het is aan ons dan van, oké, hoe zorgen we ervoor dat we niet meer die zin gaan horen van, ja, waar zijn ze dan? Ze zijn met zoveel, maar wij kunnen ze niet vinden. Ja, precies, want Saskia, jij zit toevallig ook in de hoek van de communicatie. Ja. Kijk, we kunnen wel zeggen dat, nou zit ABN AMRO toevallig niet aan de andere kant van het spoor, hè? Ik zit aan deze kant. Jullie zitten ook aan de goede kant. Maar even los daarvan, we kunnen wel zeggen, ze zien ons niet. Maar ja, dan is wel de vraag, ligt dat aan ze, ligt dat aan ons of ligt het aan beide? Dus hoe kijk jij daarnaar, van hoe kunnen we nou die verbinding maken? Omdat ik ook zelf echt denk dat 1 plus 1 dan, ja, misschien niet eens 3, maar wel 4 of 5 kan zijn, hè? Ja, kijk, ik denk wel dat, dat dit soort dingen helpt natuurlijk ook, hè, dat je elkaar ziet. Maar daarna moet er wel een actie komen. Dat is leuk, we hebben met elkaar water gedronken en gekletst. Maar daarnaast moeten wel gewoon, kunnen wel deals gemaakt worden, wat mij betreft. Kijk, wat ik belangrijk vind, is dat we vooral dingen met elkaar gaan doen. En om een voorbeeld te geven, als ABN een fysieke opgave heeft, lijkt het mij super tof om na te denken over wat kan de buurt aan die fysieke opgave ook bijdragen. Om een voorbeeld te geven, is een heel, heel goed platform, het Groen Platform Zuidoost. Ja. Nou ja, weet je, bedenk een opdracht met elkaar en kijk in ieder geval of je misschien groen kunt toevoegen aan het gebouw zelf. En dan doe je het ook met bewoners, want het platform die neemt ook weer bewoners mee om het gezamenlijk te doen. En dan heb je, hun quote is namelijk ook, bouwopgave is een groenopgave. Dus dat is heel makkelijk ook te onthouden. Maar zo zorg je ook voor de verbinding. Maar dan gebruik je het woord bouwopgave. Ja. Behalve communicatie, mevrouw, ben je ook een bouwmevrouw? Ik ben ook een bouwmevrouw, ja. Dat klopt. Ik ben een bouwvrouw. Ja. Dat weten de kijkers misschien niet, maar je hebt ook een bouwkundige achtergrond. Ja, klopt. En je hebt ook in het verleden ook wel gepleit voor, of in het heden pleit je er nog voor, van stageplekken voor, juist ook bij nieuwbouwprojecten of verbouwprojecten. Klopt. Ja, ik houd me bezig met het stimuleren van de instroom naar de bouw. Van jong tot oud. En waarom? Omdat ik er heel veel kansen zie in de bouw zelf. En ik zie gewoon dat er heel veel potentie is voor mensen uit Zuidoost. En ik vind, omdat dit juist het stadsdeel is met het grootste werkloosheidscijfer, vind ik ook dat mijn aandacht er heel erg naar uit mag gaan om veel meer doorstroming naar de bouw te krijgen. En dat doe ik met een aantal toppers uit Zuidoost. Trekken we eigenlijk dit project. En de komende periode gaan mensen daar ook veel meer over horen. Omdat we daar echt resultaat zien. Ja, dus groen, duurzaam bouwen heeft heel erg mijn interesse. Ja. Nou, begon jij net ook over jongeren en werk. Dat is ook een vraag die vanuit het publiek nu komt. We hebben hier heel veel werkgelegenheid in Zuidoost. We hebben hier ook heel veel jongeren wonen. En een deel van de jongeren is werkloos of vindt het moeilijk om werk te vinden. Wat onder andere ook te maken heeft met welke opleiding ga ik kiezen. En kies ik dan de opleiding waar ik een baan in kan vinden. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat op een laagdrempelige manier jongeren, en dan niet pas tegen de tijd dat ze echt aan het werk moeten, maar juist in die voorfase kennis kunnen maken met het bedrijfsleven in Zuidoost, in de breedste zin van het woord. Zodat ze ook, nou, daar hun studie op kunnen inrichten. En ook hun carrièreperspectief. Ja, ik weet niet of het de oplossing is, hè, maar we hebben wel, zijn met de gemeente wel in gesprek
En daar maak ik ook echt afspraken over. Over gastlessen bijvoorbeeld op school. Hè, waarbij je als bankier vertelt, joh, als je nu dit doet, en dat gaan we dus niet doen in 6 VWO, maar dat doen we in de 6e klas van je basisschool. Hè, kies nu voor deze opleiding. Maar dat doet ook de gemeente. Dus ook over, hè, wees nou trots over waar je werkt. Dus trots bij ABN AMRO, trots bij de gemeente. En welke keuzes moet je dan nu maken? En we bieden bijvoorbeeld ook, hè, dat willen we heel graag gaan doen, in ons nieuwe pand huiswerkklassen aan. Hè, studiebegeleiding en dan in samenwerking met Stichting Studiezalen. We bieden aan om een maatje te zijn als een rolmodel. Dat soort trajecten lopen al, hè, via onze foundation, die we al vanaf 2001 hebben. Maar die willen we veel specifieker ook nog gaan inzetten om een soort rolmodel te zijn van, ja, als je nou deze keuze maakt en deze afslag kiest, dan is het echt mogelijk, het kan. En er zijn natuurlijk in Amsterdam-Zuidoost genoeg rolmodellen die ons daar ongelooflijk in kunnen helpen. Ja. Vooral, ik denk dat de sleutel zit hem echt in van geef de mensen uit Zuidoost de kans om een project samen met jullie op te zetten daarover. Want, en bedenk het vooral niet zelf. Dat is denk ik echt wel een tip die ik wil meegeven hierin. Ja. Nou ja, en kijk ook naar de verbinding met de school. Hè? Marise Knook, nu de baas, zeg ik maar eventjes, van de OSB. Je heb ik jarenlang mee mogen samenwerken. Toen ik wethouder was en zij op het stadhuis werkte. Weet ook veel, juist ook van het verbinden van mensen en banen aan elkaar. Nu zit ze aan de scholenkant, maar snapt hoe het werkt. Ik denk, nou, maak ook goed. Zijn ze al mee bezig, hè? Maar kijk ook hoe je de verbinding maakt. Nou, niet alleen met die school, maar ook met de andere scholen in Zuidoost. Om ervoor te zorgen dat jongeren ook gewoon die rolmodellen die ze soms niet thuis hebben, maar ook gewoon het netwerk. Hè? Jij zei het net ook al. Ja. Wij hebben ook het netwerk hier. Ja. Ja. Nou, we moeten ook constateren dat er ook een paar jongeren zijn in Zuidoost die niet het netwerk hebben wat ze op andere plekken in de stad soms wel hebben. Dus daar kunnen we ook gewoon, denk ik, meer in betekenen. En daar kunnen, ik zou bijna zeggen, jullie ook meer in betekenen. Want als jij, Yves, hebt net gezegd, wij zitten in de haarvaten. Ja. Nou, dan mag ik jou ook als haarvatenondernemer, zeg maar, eventjes aanspreken op, kijk hoe je ze erbij kan betrekken. Ja, ja, absoluut. Maar dat doen we ook. Dat doen we ook op verschillende niveaus. Weet je, ik bedoel, van Saskia legt net ook uit van wat The Next Alliance inhoudt. En dat is bijvoorbeeld een voorbeeld die daarin ook al stappen in maakt. Kijk, zelf doe ik dat ook op een ander niveau. Ik geef ook hier en daar wel eens workshops op scholen. Weet je, ik begeleid ook gewoon jongeren die dan zeg maar één keer, twee keer in de maand bij mij langskomen op kantoor. En ze gewoon eigenlijk consultancy / rolmodelfunctie. Waarbij ze gewoon vragen aan mij kunnen leggen met betrekking tot het ondernemerschap. En ook met betrekking tot netwerken, noem het allemaal op. Dus op een bepaald niveau gebeurt het ook. Maar wat Saskia ook aanduidt, kijk, op het moment wanneer je zeg maar echt de handen ineen gaat slaan met grotere partijen, dan kan je het zeg maar op een veel groter schaal aanpakken. Weet je, wij zijn maar, weet je, ik ben een individu, zij is een individu. Ik kan maar tussen haakjes zo weinig doen. Maar wanneer je zeg maar echt krachten gaat bundelen, dan ga je pas echt impact maken, naar mijn mening. Ja. En daar zie je ook die rol van bijvoorbeeld in Zuidoost City, hè? Dat je ook in de Zuidas dat ziet, maar bij Hello Zuidas, dat je grote partijen en kleine partijen bij elkaar brengt. En dat netwerk wordt vanzelf groter op die manier. Ja. Normaal ben je toch geneigd om de corpus bij elkaar en de middenbedrijf bij elkaar. En daar komt alles bij elkaar. Ja. En dan zie je dat er heel veel kennisdeling is. Je ziet ook dat er stageplekken worden geregeld onderling. En dat mensen elkaar helpen in dit soort gebieden. Dus zo'n Zuidoost City is daar kan een hele grote rol in spelen. We gaan zo praten met Dirk de Jager, een van de drie stadsdeelbestuurders hier. Stadsdeelbestuurders die echt betrokken zijn en echt willen. Ja. En nou, volgens mij zit hij inmiddels op zijn tong te bijten, want ik weet hoe juist Dirk de Jager ook bezig is om te kijken hoe je werkgelegenheid, jongeren aan elkaar kunt koppelen, hoe je Zuidoostbewoners en Zuidoostbedrijven aan elkaar kunt koppelen. Een van de taken ook, hè, want we zitten hier ook in het kader van Zuidoost City, om ervoor te zorgen dat die verbinding daar ook gaat komen. We gaan richting een afronding van dit tweede blok. Wat zou jij nou nog mee willen geven als, nou ja, hoop, doelstelling, excuus. Nou, 2 weken geleden heb ik een aantal collega's meegenomen over onze ideeën, wat we gaan doen op social impact in Zuidoost. En toen zei ik eigenlijk, alles kan in Zuidoost. Hè? Maar
we moeten niet blijven bij dromen. Het is ook gewoon een keer gaan doen. En dat is misschien ook wat Saskia zei. Hè? Dat je, ja, we kunnen heel veel dingen zeggen, maar we moeten gewoon ook dingen gaan doen en gaan proberen. En soms lukt het niet en soms lukt het wel. En dan maar doorgaan met elkaar. Volgens mij is dat de kracht van Zuidoost. Volgens mij is dat ook de kracht van onze bank. Hè, laten we gewoon niet te groot beginnen, maar gewoon ergens beginnen. Maar laten we wel doorgaan met dromen. Want uit dromen komen hele mooie dingen voort. Precies, hè? Dus dat dromen niet vergeten, maar ook gaan doen. Ja. Geen woorden, maar daden, zouden ze in Rotterdam zeggen. Ja, dat durft ik niet. Niks mis met Rotterdam, hoor. Kunnen we veel van, kunnen we veel van leren. Ook in het aanpakken van problematieken. Anderszins, Rotterdammers kunnen best een voorbeeld zijn voor Amsterdammers. Dick, jouw laatste woorden zeg ik even. Dat hoop ik niet. Klinkt onheilspellender dan klinkt onheilspellender dan ik bedoel. Ja, ik hoop, ik ben van het pand, noem maar eventjes, van het vastgoed. Dus ik hoop dat we hier gewoon een fantastisch mooi voorbeeld kunnen neerzetten van hoe je een bestaand pand op een circulaire manier een heel duurzaam kan maken. En wat open is voor gebruikers en bezoekers, waar iedereen, well is tegenwoordig een heel mooi woord. Hè? Je moet je dan well voelen, ervaren. Dat we zo'n mooi pand hier neer gaan zetten waar iedereen trots op kan zijn. Wij, maar ook de omgeving. Ja. Yves. Ik denk dat het belangrijk is om nieuwsgierigheid en interesse voorop te stellen. Dus altijd nieuwsgierig te blijven naar elkaar en geïnteresseerd in elkaar te blijven. En ik denk dat dat zeg maar echt het fundament kan zijn tot mooie, verrassende projecten en verbindingen. Nou, Saskia, ga hier maar eens overheen. Probeer nog dat maar. Dat was de vraag ook alweer. Iets wat je nog wil meegeven aan de kijkers thuis. Maar ja. Ik snap dat je stil valt bij Yves. Verder ben je helemaal Yves is gewoon altijd heel sterk. Dus kijk, wat ik gewoon echt graag zou willen zien is dat we gewoon echt samen kansen gaan creëren. En en dat er veel meer seat at the table ook bij de ABN wordt gecreëerd voor mensen uit Zuidoost. Dankjewel. En dank jullie alle vier. En wij gaan weer een changement doen. U hoeft zich ondertussen niet te vervelen, want u gaat ondertussen, zoals u net keek naar beelden over de nieuwbouw van de ABN AMRO, gaat u nu kijken naar beelden van de spot. En ondertussen gaan we aan tafel even nieuwe mensen aan tafel zetten. Voor nu Saskia, Dick, Erika, sorry, andersom, en Yves. Dank jullie wel. Ja, ook bedankt. Ja, graag. Nee. Dank je. En we zijn weer terug en u heeft ondertussen kunnen kijken naar beelden van de woonontwikkelingen, de spot, Amstel 3. En Davy, we gaan met jou beginnen. Jij bent van Amvest en jullie zijn ook bezig met ontwikkelingen. Nou ja, je krijgt van mij, ik zou bijna zeggen reclamecentijd, maar vertel in ieder geval even waar jullie mee bezig zijn als Amvest. Dankjewel. Ik ben inderdaad Davy Annegram. Ik werk bij Amvest. Wij zijn ontwikkelaar van woningen, van woongebieden en zorgvastgoed in Nederland. En daarnaast ook belegger namens institutionele partijen, pensioenfondsen en verzekeraars. En wij ontwikkelen dus gebieden en nemen ze vervolgens ook in belegging om te verhuren voor de langere termijn. En ontwikkelen betekent we bouwen ze. Ja. En beleggen betekent we houden ze. Precies. Even gemakshalve. Ja. Nee, dat leg je inderdaad zo heel goed en kort uit. En dat is ook precies ook de essentie. Wij investeren in woongebieden.
En daarmee dus ook in de omgeving van woningen. Omdat we voor de lange termijn blijven. En het belangrijk is voor mensen dat ze daar een goed thuis hebben en een fijne woonomgeving. Dat vinden we belangrijk. En dat betekent dus ook dat, hè, want dat is nog wel eens een risico wat je loopt, dat als je wel bouwt, maar niet houdt, dat je denkt, ja, zodra ik het verkocht heb, is het voor mij klaar. Ja. En bij jou gaat het er dus ook om, of beter gezegd, bij Amvest gaat het er dus ook om, dat jullie zeggen van, wij hebben er dus belang bij dat degene die straks in onze woningen wonen, zich ook fijn, goed voelen, werkgelegenheid hebben. Nou, kortom, exact. Iets meer dan alleen maar elke maand geld overmaken. En daarom spreken wij dus ook met de gemeente over voor wie we die woningen, aan wie we die woningen verhuren. Hoe de verankering is met de rest van Zuidoost. En hoe die woningen straks gaan fungeren, zeg maar. Hoe de exploitatieperiode, de huurperiode daarna, hoe dat gaat zijn. Dus wat komen er voor voorzieningen beneden? Wat voor winkeltjes komen daar? Wat voor horeca? Dat noemen we dan over het algemeen, bij vakidioten noemen we dat de plint. Ja, precies, de plint. Nou, daar hebben wij een groot belang bij. Ja, want dat zag je bijvoorbeeld op Eiburg, hè? Ja. Daar werden op een gegeven moment de woningen verkocht. Alleen de begane grond, die bedoeld was voor de bakker, de slager, et cetera, die bleef leeg. Omdat mensen dachten, ondernemers dachten, ja, ik ga je pas in tegen de tijd dat er genoeg vraag is naar mijn producten. Ja. En dat gaf een wat vervelend, onheimisch gevoel. En dat willen jullie voorkomen? Dat willen wij voorkomen. Dat is ook een reden overigens waarom we ons verenigd hebben in de Stichting Honsrug Park met andere ontwikkelende partijen. Omdat we denken dat we met elkaar nog meer kunnen bereiken dan wanneer ieder voor zich opereert. Dus ik kijk vooral ook op de website van honsrugpark.nl. Nog voor die website er was, mocht ik al de plaatjes zien. Er was nog wethouder. Ik heb echt, ik keek daar met veel liefde en plezier naar. Ja. En daarom hebben we bijvoorbeeld als Amvest gekozen om bij Spot niet alleen de woningen te kopen, maar ook de plinten, hè? Dus de voorzieningen, het kinderdagverblijf en de horeca, maar ook de kantoren. En jullie willen ook iets doen, heb ik begrepen, met een app? Absoluut. Ja, dus nee, het wonen houdt niet alleen maar op bij je voordeursleutel. Het is, wij hebben dat al op veel meer wooncomplexen van onze woongebieden, waarin we een app ook aanbieden, het community management. Dat kan zowel offline als online. En je merkt dat als bewoners... Wat moet je daarvoor voorstellen bij zo'n app? Is het dan, Ajax heeft gisteren gewonnen, of dat soort dingen? Of, hey, pas op, er loopt een vreemde man door de wijk? Of... Die app die kun je dus voor ontzettend veel dingen gebruiken. Je kunt het gebruiken om met elkaar te communiceren als buren. Je kunt hem gebruiken als, kan iemand op mijn hond passen? Of kan iemand mij helpen met hoe de vaatwasser werkt? Of, hallo, ik ben mijn sleutel vergeten. Afgelopen tijd willen er veel mensen op honden passen, denk ik. En dat zal nog wel even doorgaan als de persconferentie van vanavond is geweest. Ja, maar het heeft een sociaal karakter. Je kunt er ook je meldingen aan kwijt van wat er mankeert aan je woning eventueel. Je kunt de meldingen doen aan elkaar. Jongens, de lift is stuk, dus hou er rekening mee. Ja. Of, geen fietsen plaatsen in de entree, want daar kan ik met mijn rolstoel niet langs. Het is fantastisch om te merken wat mensen alleen al doen naar elkaar toe. In elkaar aanspreken en het leefbaar houden en prettig op die manier. Ja. En daar zien we ontzettend veel voordelen van. Top. Dirk, je weet, ik ben een fan van jullie drieën als bestuurders in Zuidoost. Omdat ik echt vind dat jullie gewoon vol voor gaan en wat voor willen maken. Dankjewel. Ik noemde je net al even in de vorige ronde, omdat je ook heel erg bezig bent met de werkgelegenheid. Komen we zo even op terug. Maar waarom is voor jullie ook samenwerken met een partij als Amvest zo belangrijk? Nou ja, wat we eigenlijk zien in Zuidoost is dat er twee enorme grote opgaven zijn. Ik denk dat die ook al eerder naar voren is gekomen. Aan de ene kant hebben we een enorme sociale opgave. Een aantal buurten in Zuidoost. Ja, waarvan we weten dat er een aantal problemen zijn die hardnekkig zijn, die opgelost moeten worden. Nou, daar is het masterplan voor nu. Op werk, op onderwijs, veiligheid en wonen. Dat is ook een belangrijk onderdeel. En die op een integrale manier aan te pakken. Niet voor de komende 2-3 jaar, hè? 20 jaar. Precies. Moet je echt duurzaam doen. En het tweede is, dat moet je ook samen doen. Dat kunnen we niet alleen als gemeente, dat moeten we met alle partners en partijen samen doen. Ja, dus dat is de ene uitdaging. De andere kant, staan we hier op de rol van 40.000 nieuwe woningen de komende 20 jaar. Ja. Ja, en we gaan eigenlijk een heel nieuw stuk stad maken. Als we naar de omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam kijken, die een concept nu klaar ligt, dan zie je dat Zuidoost, wordt qua omvang ongeveer een stad als Nijmegen. Met een centrum erbij. We gaan enorm investeren met de partijen hier, CBRE, die daar ook echt de keuze heeft gemaakt om hier te komen. Grote investeringen te doen.
in het winkelcentrum. Dit wordt het nieuwe startshart, niet alleen van Zuidoost, maar ik denk van een deel van de stad. Dus die twee opgaven, sociaal en fysiek en alles wat erbij zit, die zijn gelijktijdig gaan die lopen. Nou, het is heel belangrijk dat we die verbinding daarin goed leggen met elkaar. En dat moeten we samen doen. En daarom is het ook belangrijk om met de partijen zoals Amvest, Hondsrugpark, maar ook allerlei andere ontwikkelaars, investeerders, samen te kijken van wat gaat het hier worden? Op wat voor manier gaan we het doen? En dat we echt een complete nieuwe stadswijk gaan maken, waar niet alleen gewoond wordt, maar waar ook gewerkt wordt. Waar de plinten, zoals jij net al zei, gaan komen. En dat we nu al nadenken over hoe we dat gaan doen. En eventjes teruggrijpend op het vorige blokje, dat we dat ook samen met de mensen uit Zuidoost doen. Samen met de ondernemers uit Zuidoost. Nu al mee bezig zijn. Hoe vullen we het in? Hoe gaan we dat samen ontwikkelen? Als we dan kijken naar die plinten. Een van de dingen, ik noemde het al, Eiburg. Daar wachtte men dus tot het moment dat men zei van er moet wel voldoende omzet voor mij zijn. Anders dan ga ik erin. Wat we ook zagen op andere plekken, Zuidas bijvoorbeeld, dat men zei van ja, maar er worden hier ook wel Zuidasprijzen gerekend, ook voor de plint. Mm-hmm. Daar kun je natuurlijk ook iets mee doen. Hè? Dat je dus zegt van, we spelen met de prijzen van, laten we het geld verdienen aan de etages 2 tot en met tig en niet aan de begane grond. Want de ondernemers moeten erin. Dat is zeker iets waar we ook naar kijken. Het is namelijk ook een toevoeging aan het wonen, aan het woonklimaat. En er werd net ook al even gesproken over de lokale ondernemers. Ik zie daar ook grote kansen. Nou, Tony begint daar bijvoorbeeld over. Een van de kijkers die inderdaad zegt van ja, juist voor startende of nieuwe ondernemers is vaak juist die hoge prijs. Zeker aan het begin als je nog niet weet wat er precies een dynamiek komt. Kijk, over 30 jaar dan wil iedereen hier zitten. Ja. Vraag dan maar gewoon de bom. Maar nu is het ook belangrijk om die startende ondernemer de kans te geven. Nou, er komt gewoon natuurlijk een mix aan, aan bedrijfsruimte, maar ook aan kantoren. En ik denk dat er gewoon voor allerlei kandidaten, allerlei ondernemers plek zal zijn in Amstel 3 straks. En dat denk ik dus ook voor de lokale ondernemers. En er is straks plek voor alle ondernemers in Amstel 3. Net zo goed als het goed is voor alle ondernemers plek is aan deze kant van het spoor. En even dan die bewoners. Gaan we nou straks zien dat de sociale woningbouw met mensen met lage inkomens, zeg ik maar eventjes, aan deze kant van het spoor zit. En dat aan die nieuwe woningen aan de andere kant van het spoor, dat daar de wat duurdere auto's voor komen rijden? Ja, auto's voorrijden is sowieso niet jouw ding, hè? Ze moeten op de fiets komen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Precies, inderdaad, ja. Nee, maar dat is precies wat we nou niet willen. Hè? Dus daarom ligt er sowieso de afspraak dat wat er nieuw bijgemaakt wordt in, laten we zeggen, aan deze kant van het spoor, dat 35% sociale woningbouw is, 35% midden en 30% duur. En dat we ook in de type woningen afspraken maken, zowel voor jongeren als, laten we zeggen, starters op die woningmarkt. En voor een deel wat duurdere woning. Dat je echt die gemixte wijken krijgt die je echt graag wil. Hè? Dat is zo karakteristiek voor Amsterdam, hè? Die menging. Daarom is Amsterdam ook zo sterk. Ja, dat is in Zuidoosten geleden een beetje misgegaan. Precies, en daar hebben we van geleerd. Hè? Dat je die scheiding, die er zo strak was, dat je die niet meer wil. Dus wij zijn ook heel blij dat we nu zelfstandig afspraken hebben gemaakt in een intentieovereenkomst met de ondernemers, met de ontwikkelaars in Hondsrugpark, dat 25% van de nieuwe woningen die daar komen, dat mensen uit Zuidoost een voorinschrijving kunnen hebben. Een bepaalde voorrang kunnen hebben daarbij. Om er in ieder geval voor te zorgen dat in ieder geval mensen uit Zuidoost ook de gelegenheid krijgen als eerste om daar te wonen. Om die gemengde wijk te doen en die verbinding op een goede manier te maken. Wat het betreft het aantal sociale huurwoningen. Nou, ook in het masterplan staat niet voor niks wonen als een van de belangrijkste speerpunten. Dat we zorgvuldig met de coöperaties, maar met de ontwikkelaars samen kijken. Sommige wijken hebben we misschien te veel sociale huurwoningen. En dan zeg je van, nou, daar kunnen we wat minder hebben. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat als je dat anders gaat doen, dat mensen uit Zuidoost een andere plek krijgen in de buurt. Dat proberen we allemaal zeg maar in samenhang te ontwikkelen. Dit vind ik nou juist het mooie aan jullie drieën, zou ik maar even zeggen. Want ik ben in mijn vrije tijd lid van de VVD. Jij bent lid van GroenLinks. En wat je dan vaak ziet, is dat als het gaat over woningbouw, nou, dan willen VVD'ers meer middenhuur en dure koop. Dan willen GroenLinksers
willen meer sociale woning bouwen. Dan graven we ons helemaal in loopgraven. Ja. En wat ik nou het mooie vind aan jullie drieën, een SP'er, een GroenLinks en een PvdA, kortom, je zou het een beetje links kunnen noemen, is dat jullie niet in die loopgraven zijn gaan zitten, maar gewoon kijken. Hè? En de VVD is net zo slecht, hè? Als GroenLinks, SP'ers en PvdA's. Dat jullie uit die loopgraven zijn gekomen, gewoon, wat heeft Zuidoost nodig? Ja, ja. Dat vind ik echt gewoon zo goed van jullie. Ja, maar dat is ook belangrijk om complimenten te delen, als die er zijn. Dan maakt het, als je een keertje kritiek hebt, ook wat bedoeld. Hey, jullie waren ook bezig met een woonplatform. Nou, David, misschien wil jij daar iets over zeggen? Ja, dat is goed. Je noemde net al iets over de verschillende woningen die er komen. Hè. Je zult zien dat aan de Amstel 3 kant, waar ook Spot bij hoort, er komen ook sociale huurwoningen, er komen ook middensegment en ook vrije sectorwoningen. En wij hebben dus een intentieovereenkomst getekend met het stadsdeel. Om te zorgen dat mensen uit Zuidoost door middel van voorinschrijving zich kunnen inschrijven op het woonplatform. Dat platform wordt eigenlijk ontwikkeld door het stadsdeel, zodat alle ontwikkelende partijen, alle beleggers en verhuurders, die kunnen daar dan hun woningen aanbieden op het platform. En op die manier ontstaat er een platform voor Zuidoost, voor iedereen die in Zuidoost een woning zoekt. Heel goed. En daar gaan we dus ook als eerst onze woning aanbieden. Wat mooi is, als je kijkt naar de tekening van Amstel 3 en de woningen die daar gaan komen, vaak ook als herontwikkeling voor de gebouwen die er zijn. Dus als je het in de rest van Nederland doet, dan heb je een probleem, want waar laat je de auto's? Nou, het mooie aan Amstel 3 is dat je het allemaal erbij kan bouwen en toch ook nog kunt zorgen voor heel veel fietspaden en juist ook groen. Dat is ook een vraag die gesteld wordt door Annette van Horen van het Groenplatform, die ook zegt, kijk jou even aan als groene man, zal ik maar even zeggen. Zeker, ik ben ook groen. Ja, precies, je bent zeker ook groen. Welke groennorm wordt er ook gehanteerd? Gaat het, want ja, Amstel 3 is nu niet het meest groene stukje van Zuidoosten. Nee, op dit moment niet. Het is natuurlijk oorspronkelijk heel sterk in een tijd gemaakt voor auto. Hè? Je ziet de hele brede wegen. Nou, Hondsrug weg kennen we op dit moment. Als je ziet, dat willen we nou juist omzetten naar een park. Omdat je groen nodig hebt in dat gebied. Je zult zien dat we best op een aantal plekken flink de hoogte ingaan. Niet overal. Dus er is een hoge dichtheid die er komt. Nou, dan moet je zorgen dat er op de begane grond, in de openbare ruimte, dat er voldoende, aan de ene kant heel veel groen is. Dat je daar prettig voelt. Maar dat er ook een menselijke maat is in die openbare ruimte. En dan komen we weer van een deel met die plinten, dat het prettig is. Maar groen is heel belangrijk. Dus het Hondsrug Park is belangrijk, maar ook in de hoven die er gaan komen en de straten, dat er voldoende groen is. Het is wel zo dat we natuurlijk een verbinding gaan leggen met het tunneldak, hè, wat er komt van de A9. Ja, dat wordt natuurlijk fantastisch. Er komt een Vondelpark bij ongeveer, als je de vierkante meters. Het grootste park straks van Amsterdam. Precies, hè? Precies. En dat ligt natuurlijk om de hoek. Hè, als je naar Amsterdam 3 kijkt. Dus we gaan dan heb je Mandela Park, dan heb je het A9 Park, zal ik maar even zeggen. En je hebt het Gaasperpark. Aan elkaar. Eén grote groene verbinding. En die verbinding vanuit Amstel 3 proberen we ook die kant op te maken. Sterker nog, op termijn willen we ook meer verbindingen met de Amstelschecht maken. Die natuurlijk ook in de buurt ligt. Dat je met een goede brugverbindingen, loop- en fietsverbindingen vandaar zo bij de Amstel kan komen. Dus in het gebied zelf moet je op maatwerk groen maken. Maar in de directe omgeving is ook heel veel groen. Ja. Mag ik daar nog op aanvullen? Tuurlijk mag je daar op aanvullen. De auto's die nu nog heel veel op maaiveldniveau geparkeerd staan, die zullen ook grotendeels geparkeerd worden onder de grond. Je ziet dat we nu in Spot enorm kiezen voor de fiets als primaire vervoersbron. Er komt in een van de plaatjes die net voorbij kwam, zag je ook een hele gave fietsparkeerplaats. We hebben een fietsenberging die wel iets 4 verdiepingen hoog is. Er komt een bikebar waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En waar een fietsenmakertje is, die misschien ook een wel... Een bikebar? Ja. Moeten we daarbij voorstellen? Dan kan ik een biertje drinken. Nou, denk ik geen alcohol, dus dat is een probleem. Maar een kopje cola te laten drinken. Een kopje koffie kun je daar krijgen. En daar ontmoet je buren. Daar kun je je fiets natuurlijk ook laten repareren. En daar ontstaan sociale contacten en ontmoetingen tussen mensen. Nou, dat lijkt mij buitengewoon goed. En bovendien, ik zei het net ook al, de infrastructuur hier als het gaat om metro, trein, fietsen. Het wordt geweldig. Steeds beter. En bus, het voordeel van Zuidoost is, de infrastructuur ligt er al. Ja. Dus als we kijken naar, en het is natuurlijk aan de ene kant best een spannend gebied om te ontwikkelen, want het is een transformatiegebied. En 80% van de grond is al uitgegeven, heeft al een functie op dit moment, is in bezit van partijen.
En als gemeente hebben we een opgave om te ontwikkelen naar die woningen toe en een werkgebied. Nou, dat kunnen we alleen maar door samen doen. En dat vind ik wel heel fijn hoe we dat doen. Dat we echt als partijen, particuliere partijen en gemeenten, in mijn gevoel veel meer naast elkaar staan als partners. En samen kijken, hoe moeten we dat ontwikkelen? En wie moet wat doen? Ja. En ik merk dat er in die samenwerking, dat heel goed loopt. En dat er veel meer interactie ontstaat. Misschien dat we wel eens in het verleden deden van als gemeente geven een opdracht. Het moet allemaal zo. En dan moeten partijen het uitvoeren. Dit is veel meer een partnership. En ik zie dat heel veel oplevert. En dat we ook heel ver op allerlei gebieden en op duurzaamheid en bereikbaarheid en op groen en op menselijke maat plinten, dat we elkaar heel snel vinden. Want er ligt ook een gemeenschappelijk belang, want je wil die mooie nieuwe wijk maken die prettig is om te wonen en die ook verkocht kan worden. Ja. Dus er liggen heel veel gemeenschappelijke belangen. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon het woord, zou ik bijna zeggen, wat überhaupt vandaag centraal staat, hè? Partnerschap. Dat is ook waar Zuidoost City voor is opgericht, waarin al drie partijen elkaar hebben gevonden. Die vroeger apart zaten, nu samen. Maar juist ook bedoeld om de verbinding te leggen. Juist ook met anderen die nog geen lid zijn van Zuidoost City. Er zijn ook kijkers die op dat moment kijken en al lid zijn van Zuidoost City. Er zijn ook kijkers die dat nog niet zijn. En ik zeg eventjes tegen u, want ik ga zo aan Dirk het laatste woord geven. Als u nog geen partner bent van Zuidoost City, dan kunt u zich melden. Vrij makkelijk adres. info@zuidoostcity.nl info@zuidoostcity.nl Dirk, jij krijgt van mij het laatste woord. Wat een eer, zeg. Fantastisch, ja, dankjewel. Maar jij vertegenwoordigt hier natuurlijk de overheid, hè? Ja, dus ja, maar we doen het samen. Ten eerste ben ik heel blij met Zuidoost City. Dat de partijen hun krachten gebundeld hebben. Want dat hebben we echt nodig in de fase waar we op dit moment zitten bij de ontwikkeling van Zuidoost. Zo'n gezamenlijke organisatie waarvan ik echt hoop en verwacht dat die nog groter en sterker gaat worden. We zagen net mensen van de Next Alliance. Nou, die horen gewoon bij Zuidoost City. We moeten dat samen doen. Ben ik heel blij mee. Een publiek-private samenwerking. Staan we echt aan de vooravond van een enorme ontwikkeling in Zuidoost. Ik heb er net al iets over gezegd. Die sociale kant is echt nodig. Er wonen hier mensen die op een of andere manier niet gelukt is om in de vaart der volkeren op mee te komen, om wat voor reden dan ook. En er ligt nu echt een kans om dat met elkaar te doen. Ik ben heel blij met partijen maar zoals ABN. Andersom ook. Er zijn hier bedrijven die het weten wat voor rijkdom er aan Precies. deze kant van het spoor woont, waarmee ze hun eigen bedrijf sterker, krachtiger, Precies. beter, toekomstbestendiger kunnen Precies. maken. Precies, dus ik ben heel blij met ABN AMRO, waar wij nu in constructief overleg zijn over hun bijdrage in het masterplan. Dat gesprek is gaande, daar ben ik heel positief over en dat is ook erg belangrijk. Dus het betekent een enorme uitdaging dat er geen negatieve gentrification proces gaat ontstaan, hè, van uitdrukking. Maar ik denk dat er juist een kans is om Je bedoelt het gewoon even in normaal Nederland, dat niet de rijken van ergens anders hier naartoe moeten verhuizen. Ja, en dat er andere mensen weer weg moeten. Ja. Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die, als je internationaal kijkt naar steden, vaak gebeurt. Ja. Gelukkig hebben we hier in Amsterdam er zijn een aantal voorwaarden dat niet hoeft. En ook in Zuidoost dat het niet hoeft. Er zijn allerlei mogelijkheden om op de woningmarkt, waar we het net al over hadden, op een goede sturing met elkaar aan te brengen. Op de economie met elkaar te zorgen dat ook lokale ondernemers een plek krijgen en de nieuwe ondernemers die hier komen hun weer gaan helpen. Cultureel is denk ik heel belangrijk dat de cultuur die in Zuidoost is een plek krijgt, ook in het nieuwe gebied met theater, met muziek, et cetera. En de eetcultuur die er is, dat ze een goede plek gaat krijgen. Nou, dat soort dingen, dat is de uitdaging om dat samen te doen. Ik zie daar veel voorwaarden voor en het sleutelwoord daarvoor is partnership en samenwerking. En het tweede sleutelwoord is lange termijn, duurzaam en volhouden met elkaar. Nou, volhouden met elkaar, dat is wel ook een heel mooi woord om af te sluiten, want het is inmiddels over vijven en over een kleine twee uur is de persconferentie van de minister-president. Wat eigenlijk ook gaat over volhouden met elkaar en waar ook zeker ondernemers die het behoorlijk zwaar hebben, uitkijken naar licht, ruimte en toekomst.
eigenlijk de woorden die ook voor Zuidoost en Zuidoost City gelden. Dus voor nu wil ik u bedanken voor het kijken. Wellicht dat we het de volgende keer weer in deze setting doen. Wellicht dat we dan gewoon bij elkaar kunnen komen. En we nu gaan naar deel 4, namelijk de bitterbal en het drankje. Voor nu moeten we het hierbij laten. Ik hoop dat u met veel plezier heeft gekeken. En nogmaals, als u zegt Zuidoost City, daar moet ik bij zijn. info@zuidoostcity.nl. Dank u wel voor nu.